Als jongetje liep ik in de jaren 70 al rond bij Ommen over de hei. En daar gonsde het gewoon om je heen van de insecten. Tegenwoordig ben ik onderzoeker en werk ik voor natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Landschap Overijssel en particuliere terreinbeheerders. En kom ik dus ook heel veel buiten. En een aantal jaar geleden was ik hier op de Sprengberg, deed ik hier een onderzoek. En ja, op een gegeven moment hoorde ik een veldleeuwerik zingen. En toen dacht ik, hé, verdraaid, dat is het geluid van mijn jeugd. En in augustus stonden de bijenkasten op de hei. En ineens gonsde de hei weer. En toen ontdekte ik van, hé, verdraaid, maar dat geluid, dat gonzen van die insecten, dat was er in de maanden hiervoor niet. Dat ontbrak gewoon. En dat zijn zo van die momentjes dat je een aha-erlevenis hebt, om het zo maar te zeggen. En dat je ineens ontdekt van, er is echt iets aan de hand. Volgens een Duits onderzoek is driekwart van de insecten zeg maar afgenomen. Dat is een gedegen onderzoek? Ja, dat is een heel gedegen onderzoek. Die onderzoekers, waar ook Nederlanders bij betrokken waren, die hebben 27 jaar lang op een hele gestandardiseerde manier, hebben ze in 64 natuurgebieden, hebben ze de insectenstand onderzocht. En ze hebben daar dus geconstateerd dat in die loop van die 27 jaar 76% aan biomassa insecten is afgenomen. Oh, kijk hier. Hier zit nog een rups. Helemaal bedekt met dauw. Ja, die moet zich nog gaan verpoppen. Het was zelfs in de midzomerperiode was het zelfs nog hoger. Ging het naar 83%. Dus dat is schrikbarend. Omdat het feitelijk nog veel, veel desastreuzer was dan men al dacht. Is dat erg eigenlijk? Ja, dat is heel erg. Ik bedoel, kijk, als je gaat kijken dat de soortgroep insecten, dat is veruit de grootste soortgroep in het dierenrijk. Die vormt eigenlijk de basis van heel veel ecosystemen, waar wij ook van afhankelijk zijn. En dan praat je natuurlijk vooral over de bestuiving van onze gewassen. Dus als er geen insecten meer zijn, ja, dan houdt het produceren van gewassen houdt op een gegeven moment gewoon ook op. Ik denk dat toch de belangrijkste oorzaak is het ongebreidelde gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. En dat heeft gewoon een enorm effect, dus ook niet alleen op de plaaginsecten die worden bestreden, maar ook op alles wat daar omheen leeft. Maar dan is het denk ik heel simpel, dan is het dus de schuld van de boeren, dan moeten we daar wat aan doen en dan is het probleem opgelost. Ja, nee, dat vind ik echt veel te makkelijk. In zijn algemeenheid wordt er al heel snel met de beschuldigende vinger gewezen naar boeren. Maar dat vind ik heel oneerlijk. Want boeren zijn gewoon natuurlijk ook eerlijke, hardwerkende mensen die een boterham moeten verdienen. Maar ze zitten tegenwoordig toch in een systeem waarbij pomp of verzuip is, om het zo maar even te zeggen. Schaalvergroting is gewoon heel belangrijk. En het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is daar ook belangrijk. Nou, ook ik was geschrokken van het onderzoek wat recent openbaar is gekomen. En 75% achteruitgang, dat is niet best. Als ik kijk naar wat wij in de provincie doen, dan zetten we in op verduurzaming van de landbouw en proberen we natuur inclusief de boeren ook te stimuleren, de biologische landbouw ook te stimuleren. En ik denk dat dat een manier is om in ieder geval te zorgen dat ook insecten voldoende hun leven zeg maar houden. Er zijn zat boeren die bijvoorbeeld overstappen willen naar biologisch, maar dat gewoon niet kunnen, omdat die regelgeving soms gewoon heel star en stram is. Dus ik denk dat hier een hele belangrijke taak voor de overheid ligt ook. We hebben 12 miljoen beschikbaar om voor die agro- en foodsector ook innovaties tot stand te brengen. Nou, laat die boeren nou met elkaar, via de LTO's, ook initiatieven ontwikkelen
van alternatieven. Dat overheid, boeren en natuurbeschermers gewoon samen optrekken om, ja, om dit probleem te gaan tackelen. Om te gaan kijken van wat kunnen we hier aan doen. Want duidelijk is nu wel gebleken dat dit zo niet verder kan.